Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het westen en noorden komen opklaringen voor, in het oosten en zuidoosten is het bewolkt. Verder kan het in eerste instantie nog mistig zijn bij lichte vorst. Met de loop van de ochtend trekt de mist op en gaat de temperatuur ook boven het vriespunt uitkomen. In het oosten, waar het bewolkt is, kan een klein beetje winterse neerslag vallen of wat lichte regen. Dat geldt ook voor vanmiddag en nog een deel van de avond. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en in het noorden trekt misschien een enkele bui vanaf zee binnen. Vanmiddag wordt het een graad of 6 in de avond koelt het weer af naar de graad of 2. Verder waait er een overwegend zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen is er veel bewolking, maar soms ook wat zon, en er trekken een aantal buien over het land en enkele keer ook met wat natte sneeuw. In de middag is het een graad of 6 en er waait een veelal matige wind uit het noordwesten. Maandag, dinsdag en woensdag houden we een licht wisselvallig weertype met een aantal buien, soms ook met een karakter, maar van tijd tot tijd schijnt ook wel de zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 6, in de nachten kan het soms licht vriezen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.